Nou Bart, na 5 jaar is het zover. Ik kan je voor de camera vragen, want vandaag eindelijk je basisdebuut. Hoe voelde het? Ja, superleuk. Je leeft er eigenlijk wel de hele week naartoe, omdat je weet dat na dinsdag van een paar spelers zijn geblesseerd, geschorst. En Bert komen natuurlijk voor zijn maatschappelijke carrière in het buitenland. Dus dan denk je wel van ja, kans zit erin. En eigenlijk wist ik het pas in de bespreking, zeg maar. En toen dacht ik zo, gelijk moeders appen en zo, van ik sta aan de basis. Dus ik kan me ook allemaal kijken, superleuk. Nou, ik kan me voorstellen, als jonge Rijnsburg droom je ervan. En dan gebeurt het. Wat zeg je nu achteraf? Je hebt het nu meegemaakt. Ja, achteraf denk ik nu, jeetje. Ik had het nog wel veel vaker mee willen maken. Maar goed, het is nou helemaal zo gelopen. En ik ben heel blij dat ik het mee heb mogen maken. Want er zijn natuurlijk heel veel Rijnsburgse jongens die hier ook hebben gespeeld die het niet hebben mee mogen maken. Dus daar moet je alleen maar blij mee zijn en koesteren die momenten. Ja, dit is het bijzondere, want je hebt in die 5 seizoenen 5 keer een invalbeurt gehad. Dit jaar trouwens al 2. Dan nu dat basisdebuut. En dan gelijk ook na afloop van deze wedstrijd het afscheid. Is dat niet heel erg bijzonder dat je juist afscheid neemt op de dag dat je basisdebuut beleeft? Het voelt een soort van alsof je eigenlijk alles in één seizoen hebt gedaan. Van pak een invallen, je basisdebuut en vertrekken. Alsof je een hele carrière in één keer soort afsluit. Dat voelt wel heel gek, maar ik ben toch wel, ja, eigenlijk wel heel blij dat ik het heb mogen doen en mogen meemaken. En misschien had het dan zo moeten zijn dat het op de laatste thuiswedstrijd toch gebeurt. Ja, dat je zegt het voelt gek, speelt er dan iets in je hoofd van joh, heb ik wel de juiste keuze gemaakt? Had ik niet toch nog een seizoen langer moeten blijven? Ja, nee. Aan de ene kant tuurlijk. Wil je altijd blijven bij deze club, je wil altijd op niveau spelen. Maar ik weet ook hoe druk ik het volgende jaar ga krijgen met school en stage, et cetera. Dus het is een niveautje lager spelen. Achteraf beter als ik er over een paar weken op terugkrijg. Maar nu denk ik bij mezelf, nee, moet ik niet doen. Ja, je gaat naar Valken. Ja. Kan je daar al op verheugen? Ja, zeker. Ik krijg een heel leuk team. Heel veel jongens die ik al ken. Een paar gesprekken gehad met de trainer, die bevielen goed. Het is een trainer eigenlijk dat mijn spel wel bevalt. Lekker vol passie en strijd de wedstrijd ingaan. Dus dat moet wel goed komen. En ik ben ook al een paar keer op een derde helft geweest daar. En daar heb ik me ook prima vermaakt. Dus dat komt wel goed, denk ik. Nou, voordat je daar naartoe gaat, volgende week nog naar Spakenburg. Ja. Wat moeten we verwachten? Misschien weer een basisplaats voor je? Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Want uit heb ik nog nooit een basisplaats gehad. Maar dan moeten we de volgende week verder kijken hoe dat gaat. Welke spelers weer terugkomen. En hoe de trainer natuurlijk vandaag vond gaan. Misschien de trainer andere ideeën. Van, ik stel volgende week misschien liever iemand anders op. Dat gaan we volgende week wel zien. Oké, okay. Tenslotte zie jij binnenkort korte termijn nog een jeugdspeler van Rijnsburgse Boys op een hoger het hoge niveau aantikken bij ons? Oef, dan vraag je me wat. Ik weet wel dat er een paar spelers natuurlijk die van BVO terugkomen. Maar die hebben nog niet echt de ambitie zelf om het te gaan doen. En ja, het wordt natuurlijk wel puzzelen volgend seizoen om een jeugdspeler door te laten stromen. Want er gaan er een aantal weg vanuit de tweede, wat ik weet. Dus ja, ik zou er niet zo snel even één op kunnen noemen als ik heel eerlijk ben. Nee, dat is wel jammer. Goed, nou, we laten jou gaan naar volgende week. Het gaat je goed. En misschien komen we je ooit nog wel eens tegen met een bekerwedstrijd. Of dat kan denk ik niet meer, hè? Dat wordt lastig. Nee, ja. Misschien een oefenwedstrijdje tegen het tweede. dat het wordt. Nee, ja, ik zeg ook wat ik op het einde zei. Ik zeg nu wel gedag, maar het is misschien wel een tot ziens dat ik ooit terugkom. Dat sluit ik nooit uit. Dus, kijk, daar houden we je aan. Precies.